Vergaderen is dodelijk. Zitten is een nieuwe roken. En vergaderen is vooral lang en veel zitten. Dus vergaderen is dodelijk. Argumentatietechnisch klopt het misschien niet helemaal, maar het is ook de titel van een boek. En daarin staan 3 praktische tips om beter te vergaderen. In het boek Vergaderen is dodelijk maken ze een indeling in 3 soorten vergaderen. Operationeel vergaderen, tactisch vergaderen en strategisch vergaderen. Bij operationeel vergaderen bedoelen ze de gang van zaken, de lopende zaken eens bespreken. Maximaal 1 kwartier voor uittrekken. Het is vergelijkbaar met de daily scrum zoals veel bedrijven die kennen. Het tweede is tactisch niveau. En met tactisch niveau bedoelen ze, doen we de zaken wel goed? Moeten we bijsturen? Zo ja, hoe gaan we dan bijsturen? Het is 1 keer per week maximaal 1 uur voor uittrekken en vooral de tactische zaken bespreken. En dat is strategisch. En met strategisch bedoelen we de lange termijn, de stip op de horizon. Waar staan we? Waar willen we naartoe? Hier maximaal 2 uur voor uittrekken en maximaal 1 keer in de 3 maanden over vergaderen. Kortom, vergaderen op 3 verschillende niveaus. Operationeel, strategisch en tactisch. Bij operationeel maximaal 15 minuten. Bij het tactische maximaal 1 uur voor uittrekken. En bij het strategisch maximaal 2 uur. Op deze manier maak je een duidelijke indeling in het type vergaderingen dat je hebt. Als je deze tips nuttig vond, kun je ons liken. Wil je meer van dit soort vlogs zien, kun je hier abonneren op ons YouTube kanaal.